Hoeveel heeft Super Sociaal verdiend met hun YouTube-views in de afgelopen 30 dagen? Voor elke YouTuber ligt de RPM net iets anders. Bij Super Sociaal ligt deze ongeveer rond de 0,00 euro. Dat was natuurlijk een beetje flauw, want wij... Zo, flauw. Flauw. Dat was natuurlijk een beetje flauw, want wij verdienen natuurlijk nog helemaal niks met YouTube. Maar jullie bleven er maar om vragen, dus dan toch even deze video. Wij kunnen nog geen inkomsten genereren met YouTube, omdat wij nog niet aan een aantal eisen voldoen. Wij voldoen wel aan de eis van de 1000 abonnees. Want hey, jullie zijn inmiddels al met 7000 en daar zijn we jullie enorm dankbaar voor. Alleen moeten wij ook nog 4000 uur kijktijd genereren. Ik zal jullie nu laten zien, we zitten nu ongeveer op de 1700 à 1600 uur kijktijd. Dat betekent dat we nog 2400 uur kijktijd nodig hebben. Wat we misschien wel kunnen doen is een schatting maken wat we ongeveer zouden hebben verdiend in de afgelopen 30 dagen. In de afgelopen 30 dagen hebben wij er 6000 abonnees bij gekregen. En hebben wij ongeveer 60 video's geüpload. Ook zijn we 830.000 keer bekeken. Nou ja, als wij dus in de categorie vallen van de YouTubers die ongeveer een RPM hebben van 2 euro per 1000 views, zou dat betekenen dat wij nu ongeveer 1600 euro zouden hebben verdiend. Maar is het wel zo dat wij korte video's maken die meestal in de shorts terechtkomen? En shorts kun je helaas niet monetizen. Ook worden onze shorts niet meegenomen voor de kijktijd, want YouTube heeft bepaald dat de kijktijd van de shorts niet meegenomen wordt voor het inkomsten genereren gedeelte. Dat betekent dus dat als onze video terechtkomt in de korte videosectie, dat die kijktijd niet meetelt. Ook kunnen er in de korte videosectie geen advertenties afgespeeld worden op je korte video's. Dus ondanks dat wij het zo leuk vinden om die korte video's te maken en dat jullie die zo leuk vinden om te kijken, betekent dat wel dat wij daar eigenlijk minder geld mee kunnen verdienen en dat we dus ook niet dichter bij ons doel komen om geld te kunnen verdienen. Daarom hopen wij dat wij jullie op deze manier kunnen bereiken en aan jullie kunnen vragen wat jullie graag op ons kanaal nog meer zouden willen zien in de vorm van lange video's en hulpvideo's waarbij we jullie kunnen helpen met jullie eigen YouTube kanaal of andere social media platformen. Gebruik dan de commentbox hieronder om even te laten zien of te laten horen wat jij graag zou willen zien of leren in een langere video of misschien wel in een langere serie, zodat wij daarop kunnen inspelen en wij jullie kunnen vermaken met langere content. Op die manier kunnen wij jullie vermaken en zullen wij iets dichter bij ons doel komen om uiteindelijk wat geld te kunnen verdienen met YouTube. Wel een kleine disclaimer, we zijn dit niet begonnen om geld mee te verdienen, maar het is natuurlijk wel leuk als dat kan. Wij zijn onlangs verhuisd en dat betekent dat ik eigenlijk nog aan het verhuizen ben. En dat betekent ook dat ik nog een studio moet bouwen. Dus al het geld dat ik verdien met de YouTube views, advertenties, donaties, zal ik ook direct weer terugstoppen in het kanaal om zo weer betere video's voor jullie te kunnen maken. Dus ik hoop dat ik jullie het een en ander heb duidelijk gemaakt. Als er nog vragen zijn, laat het dan weten in de commentbox hieronder. En dan hoop ik dat ik jullie daarbij kan helpen. En zoals altijd, wie niet waagt, wie niet wint. Je kan niet groeien als je niet begint. Dus vergeet niet om te abonneren, op het belletje te klikken. En dan zie je ons de volgende keer.